Goedemorgen, dames en heren. En leuk dat jullie er weer bij zijn bij Mr. Team van Kors. En vandaag, ja hoor, ik eens. Wallabie België! Hey! Het pretparkseizoen is weer begonnen, mensen. En waar ga ik heen vandaag? Dat is hier op de dadelijk kleiner nat worden. Hier gaan we weer. Wow! Hey! Gezellig. Wow! Hey! Wow! We worden gesplashed! Hey! Het regent al peperstelen. Hey! Daar ben Jordi weer mee vandaag. Hey! Overal waar ik ga, daarheen trainen. Ongelooflijk. Hey! Hier gaan we weer. Oh! Oh my god. Het regent peperstelen. Een ritje in de regen op de Calamity Mine. Maar dat hebben we weer gedaan vandaag. Het is weer al onlogisch, maar Jordi is in Wallaby en training. Je had nooit anders zin. Dit was de Calamity Mine in Wallaby Bounty. Jongens, ja. Hallo, mijn vrouw. Welkom hier in het nieuwe themagebied Tiki Waka hier in Wallaby, België. Het is nog niet open, de openingsdatum is normaal 7 april, maar we zijn hier al volop aan het testen. Vind ik helemaal geweldig. Dit is de achtbaan, super leuk, super mooi eigenlijk. Het ziet er wel een hele toffe baan uit. Daar heb je het station, het ziet er super cool uit. En dan heb je hier nog een stukje over het water. Hier over het pad, daar gaat die mensen, of toch bijna. De remmen door. Ik had gehoopt dat die ging open zijn, maar helaas. Zo. Na de Pulsar hier in 2016 is er nu in 2018 een nieuwe achtbaan open.
Leroy is hier aan het voortonden wat hier naar beneden mag gaan. En ik heb nog toch een film, joh. Oh my god. Heb je? Dat is hier gewoon een valkuil. Ja? Dat is een valkuil. Ja. Je kunt hier je pekels breken, jong. Wat? Net zo dit pijltje. Oei. Het is hier tiki-waka. Het is hier echt tiki-tiki-waka. Ik zond ik wild, dames en heren. Het is het nieuwe themagebied van Walibi België. Walibi Belgium eigenlijk. Het ziet er wel heel mooi uit eigenlijk. Speciaal. Daarnet waren ze een beetje aan het testen, nu niet. Dus we gaan waarschijnlijk niet veel kunnen zien van de treintjes. Maar ik ben benieuwd. Goed. Exotic World, dames en heren, zal moeten opengaan op 7 april 2018. En wat heb je hier allemaal? Wel, dat is hier deze nieuwe achtbaan. Dan heb je hier zoiets, ja, waar je naar boven kan gaan. Heb ik daar net een keer uitgetest. Het is heel speciaal. Het is ook heel nieuw. Het is iets dat heel nieuw gemaakt is. De Tiki Trail. Dat is dit hier. Heb ik daar net een keer geprobeerd. Heel speciaal. Beetje gevaarlijk eigenlijk. Maar dat is wel uitdagend. En het is hier Exotic World. En dan komen we meteen hier ook al terecht in een nieuw land. En alles is nieuw. Je kan het hier gewoon zien aan de grond. De grond is gethematiseerd. En uiteraard, tijdens deze bouw kun je niet of challenge of op de challenge van Tutankhamon gaan. Dat is wel jammer. Je hebt hier dan nog de octopus. En hier heb je gewoon de achtbaan. En zoals jullie kunnen zien is het momenteel nog een klein bouwwerfje. Een klein beetje parkastrikstijl. Vind ik wel leuk. Dit hier is al gethematiseerd naar de nieuwe zone van Exotic World. En wat ik altijd leuk vind aan een achtbaan, dat is dit hier. Dat je zo een keer over het water gaat, over een pad gaat. Dat vind ik altijd leuk. En dan heb je hier nog deze speeltuin waar je ook doorheen gaat. Zo'n beetje het gevoel krijgt dat je ergens tegen gaat boksen, maar dat niet zo gaat zijn. En vond ik altijd leuk aan een achtbaan. Dat maakt het zo een beetje speciaal. En volgens mij komt er daar misschien wel ergens een fotomoment. Waar dat die palen hier staan. Maar het kan ook nog iets anders zijn. Misschien komt er daar wel nog een speelzone of zo. Niemand weet het. Dus dat komt wel goed. Goed, wat zal er hier allemaal te vinden zijn in het Exotic World? Dat is al een tiki fruitbar. En hier heb je dan zo nog een leuk stationnetje. En heel waarschijnlijk wordt dit afgewerkt met een rieten dak. Wat veel pretparken doen, dat is dit hier. De gebouwen die er zijn gewoon hergebruiken. Dit waren vroeger wc's. Jullie kennen het wel van de Walibi Band. En hier stond vroeger de keverbaan. En is dat er hier op dezelfde plaats een nieuw stationnetje van Tiki Waka. Dit zijn hier zo de conceptarts van de themazone. Dus hier heb je het station, zie je, een rieten dak komt erop. Hier nog zo een beetje van die luidsprekers. Een beetje parkastrikstijl. En het klopt ook wel. En dan heb je hier ook nog zo een rieten dak. Kun je gewoon heel goed zien, zie je. Voilà. Dat is dit hier allemaal.
Hier onderaan heb je het station van de achtbaan. Het zijn allemaal concept arts. Zo gaat het er waarschijnlijk niet uitzien zoals het er hier op staat, want zo zal het worden. Maar dit is ook het een waar je zit. En dit is hier Challenge of Tutankhamon, wat dit er gaat uitzien. Hier in dit gebouw, daar helemaal op het einde, heb je ook iets normaal zo dat een dark ride moet zijn. Daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar het ziet er ook naar uit dat het iets te maken heeft met Tiki Waka. Dat zou heel logisch zijn, want het staat ook in hetzelfde themagebied van Exotic World. En we zijn al terug aan het testen, dus we gaan nog een beetje sfeerbeelden tonen van de achtbaan. Maar helaas kunnen we nog geen ritje maken. Welkom hier op de Weerwolf. We gaan veren met de wolf. Nee, het is geen waar. We gaan gewoon gezellig naar binnen. Ze hebben deze winter gewoon gewerkt aan de weer!
Wat een hel. Heerlijk. Hey, het is als een ritje in de hagel. Kijk, het is gewoon hagel. Wauw, we hebben gewoon een weerwolfje gedaan in de hagel. Wat gezellig. Dit was hem, mensen. Vond hem leuk. Welkom op de Vampire. Het is weer mijn eerste ritje van het nieuwe pretparkseizoen. Hier op de Vampire. En daar gaan we. Hey! Oh! Oh! Yo! Ik ga het nog redelijk soepel, vind ik eigenlijk. Hey! Wat lekker! Jopla! Hey! Wow! Je moet je hoofd achteruit schouden. Staat zo voor mij. Dus bij deze... Wow! Oh my god, jongens toch! Oh, dit is echt heel speciaal. Hey! Ik heb zelfs het gevoel dat het nieuwe beugels zijn. Hey! Ho ho! Yeah! Mensen, ik vond het eigenlijk wel een leuke rit. Ja, ik vond het echt een leuke rit. Zo, dit was hem. Let's go all the way. Zo, dames en heren, dit was een korte vlog hier in Walibi, Belgium voor vandaag op 1 april. En het is geen 1 april mop. Het was mega leuk vandaag. Helaas waren niet alle attracties open. Maar dat is zo een beetje een bekend probleem bij de start van het nieuwe pretparkseizoen. Dat attracties eigenlijk niet altijd open zijn. Maar goed mensen, ik heb mij goed geamuseerd. Het was gezellig. Het voordeel is vandaag dat het enorm rustig was. En dat is wel super leuk. Dus ik zou zeggen, dames en heren, bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer. En vergeet jullie zeker niet te abonneren en mij te volgen op de social media. Er is hier wat nieuws in Walibi. Easy shopping. Een beetje gelijkaardig like dat je kan doen in Disney. Dus je kunt je spullen hier achterlaten. Je kunt dan genieten van het park. En dan kun je gewoon je aankopen terughalen aan de lockers. En dit kan vanaf 30 euro. Dus als je voor 30 euro koopt, kun je dit doen tot 15:30. Easy shopping. Bij aankoop van 30 euro tot 15:30 kun je daarvan gebruik maken. Dan kun je hier gewoon zoveel shoppen in de winkel dat je maar wilt.